De dodenherdenking in Bergen vond ieder jaar plaats op deze plek bij het oude gemeentehuis. Aan de muur daar hangt een plaquette met daarop vier namen van Berchemnaren die rond de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Heemkundevereniging Bergsheem vindt het om meerdere redenen geen goed monument. Nou, ten eerste staan er slechts vier namen op. En dat is niet het grootste bezwaar. Maar het grootste bezwaar is dat het een zakelijk particulier bezit is terechtgekomen. Dat de herdenkingsplaats niet de meest veilige situatie is om daar mensen te ontvangen voor te herdenken bij dodenherdenking. En van daaruit hebben we gedacht binnen ons team, Heemkundevereniging Bergsheem, om alle slachtoffers die gevallen zijn, om die ook op een plaquet of op een monument te kunnen plaatsen. Op het nieuwe monument, hier al te zien op een schetsontwerp, komen 19 namen te staan van omgekomen Berchemnaren. Het open boek van Roestvrij Staal komt te staan op de hoek van de Wilhelmina-singel en de Van den Heuvelstraat. En dat is niet zomaar. Nou, we hebben toch nog even moeten denken. Maar uiteindelijk waren we er heel snel uit, want er zitten een aantal oorlogsslachtoffers waarvan de namen van de straten hier achter ons op dit kardinaal punt uitkomen. We staan nu op de hoek Wilhelminasingel en Van den Heuvelstraat. Van den Heuvel is een slachtoffer. Broerstraat, helemaal achter mij, is een slachtoffer. En uiteraard de Pardeviet, Nelissenstraat. Het is een samenkomst van wegen en dan is het de kruising, het mooiste punt om hier het herdenkingsmonument te mogen en te kunnen plaatsen. De Heemkundevereniging is al een half jaar bezig met de plannen en krijgt medewerking van de dorpsraad, de werkgroep 4 mei en van de omwonenden. Maar de tijd begint nu toch echt wel te dringen. Ja, goed, de deadline is pas 4 mei en dan zou het er moeten staan. We zijn volop in conclaaf met de gemeente en na verluid zal het college binnen nu en anderhalve week haar goedkeuring gaan geven. Maar dat is alleen maar een mening die ik eraan gekoppeld heb. Ik kan me moeilijk voorstellen, als we zo'n groot draagvlak hebben binnen de gemeenschap van Berchem, waarbij ook nog eens het ontwerp uit een vereniging komt, en vereniging Beelden Berchem, die het ontworpen, dat daar het college, waarvan één wethouder uit Berchem komt, dat die zegt van jongens, we gaan dwars liggen. Met de tijd zou het dus moeten lukken, maar dan is het ook nog een kwestie van voldoende geld om deze plek opnieuw in te richten en het monument te plaatsen. Ja, nou goed, Heemkundevereniging Bergsheem had al een aantal bedragen gereserveerd daarvoor. We zijn met de Rabobank Clubkas actie hebben we meegedaan, 2 jaar op een rij en we hebben daar behoorlijk gescoord. Het uiteindelijke bedrag wat we al daarin hebben gestort is al ruim 3000 euro. Nou is dat nog ver weg van de ruim 20 die we nodig hebben, maar 10% en de rest van die procenten die proberen bij en bij de dorpsraad en bij de gemeente Os en bij fondsen het bedrag binnen te krijgen. Verder wordt ook nog gehoopt op bijdragen van particulieren om het totaalbedrag van 20.000 euro uiteindelijk bij elkaar te krijgen. De bouw van het monument kan trouwens al wel beginnen voordat al het geld binnen is.